Jongens, ik ben weer Dennis, aka Danske. En vandaag voor jullie episode 4 van Road to Life 30 miljoen punten in Chaos Mode. En vandaag spelen we op de map Dome. En Dome is een kleine compacte map. Het is een klein beetje een fan favorite. Iedereen houdt van deze map. Maar hij is dus heel klein. En als het goed is, moet dit een van de makkelijkere mappen zijn om 30 miljoen punten te halen. Omdat je gewoon constant zoveel enemies om je heen hebt staan. Aan de ene kant kan het natuurlijk ook negatieve bijwerkingen hebben. Want je wordt van alle kanten helemaal naar de kloot geschoten. Maar je moet eigenlijk constant in de buurt zijn van enemies, anders gaat die bonus weer weg. Dus waarschijnlijk is dit een van de makkelijkere mappen. En we moeten natuurlijk klein beginnen. Want we zijn zelf niet zo heel grote pro's in deze game mode. Dus we moeten met de makkelijke mappen beginnen. En zo werken we onze weg gewoon omhoog. En ik weet niet of het een goede plek is. Ik sta hier wel allemaal leuk in een hoekje. Maar misschien is het een goede spot. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik ga even kijken dat ik wat dingen kan vinden. Misschien moet ik alvast ergens wat claimers neerzetten tegen die juggernauts. Want in elke map komen juggernauts. Dus daar moet ik me eigenlijk wel een beetje voorbereiden. Maar ik denk niet dat ik dat überhaupt kan doen. Voorbereiden op juggernauts. Want die komen ineens uit de lucht vallen zo'n beetje. En dan ben je fucked. En ik zie dat ik bijna geen ammo meer heb. En dan moet ik gaan rennen. En oeh, dat is close. Ik wil eigenlijk een bonus van 400 halen ofzo. Ik weet niet of dat me eigenlijk eerder al gelukt is. Volgens mij niet. En... zal ik op die barrel schieten? Ik denk dat die barrel even bewaar. Oh, nevermind. Daar schiet hem zelf wel kapot. Ik kwam hem eigenlijk bewaren voor... oh shit. Oh shit man, ze schiet me echt helemaal naar de kloten. Mijn armor is al weg. Ik kwam hem bewaren voor juggernauts, maar... blijkbaar mag dat niet. Oké, okay, let's go. Waar ligt er allemaal? Ik wil eigenlijk richting die... dat freeze ding daar in de verte ligt. Alleen ik kan niet heen redden, want... ja, het kan op zich wel doen, er liggen misschien wel wapens. Maar ik moet wel enemies in de buurt houden. Oké, okay. Close call. Ik heb nog geen 100 bonus. Ik had het idee dat ik al best hoge bonus had. Dan kijk ik en denk je, valt tegen. In ieder geval, wat ik jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal enorm wil bedanken voor de 400 plus likes op mijn vorige episode. Want ik had gezegd, bij 400 likes maak ik een nieuwe video. En toch was ik daar een beetje sceptisch over. Ik had eigenlijk niet echt verwacht dat ik gelijk 400 likes zou halen. En dat komt omdat ik laatste... oh shit. Dat komt omdat ik laatst, als ik bijvoorbeeld vraag voor heel veel likes, dan kijk ik de eerste twee video's, kijk ik bijvoorbeeld heel veel likes. En dan, daarna dan houdt het op. Dan worden likes veel minder. En dat vind ik persoonlijk best jammer. Maar ja, oké. Okay, daar valt dan niks aan te doen. Ik ben sowieso al heel erg blij voor als ik bijvoorbeeld 250 likes krijg. Dat gewoon 250 verschillende mensen gewoon op die like knop duwen. Dat vind ik op zich best wel goed. Want zelf, ja, je vergeet zelfs ook wel eens dat liken. Het is nou dat ik zelf YouTube doe. Dus ik weet hoe belangrijk het is. Dus dan like je natuurlijk wel meer. Maar ik vind het sowieso heel fijn dat jullie dat allemaal willen doen. En dat jullie mijn kanaal daarmee gewoon enorm supporten. En er komen mensen aan met allerlei rommel. En P90, jezus, dat ding heeft zoveel ammo, dat is gunstig. Als die juggernauts nou eens even opbokken. Nee, ze staan achter mij. Damn it. Triple kill. Oh, dat is zo goed. Zeker in kills mode. Oh, dat was wel baas. En de center gun, ik wil de center gun eigenlijk even hebben. Ik weet niet of dat die freeze kill eigenlijk weggaat als je nou de center gun oppakt. Want ik heb het idee eigenlijk van wel. Trouwens, volgens mij staat die center gun dan bij rechts. Oh shit, pak hier wel even iets op. Nee. Ik wou de wapen pakken, maar hij pakt hem niet op. Ik pak gewoon constant wapens op. Ook al heb ik betere wapens op dat moment, dan pak ik toch gewoon wapens op. Want ik wil die bonus hoog proberen te houden. En mijn streak is echt bijna weg. Maar eventjes bijkomen. Even rust in de tent. Dat was niet slecht. Ik schoot er alles overheen. Jezus! Oké. Okay. Misschien had ik dat moment net eventjes moeten gebruiken... om C4's er zo neer te gooien. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Dat is niet zo slim. Gooi even granaten. Ik weet niet, want mijn ding is toch... mijn armor is toch al weg. Dus ik heb niet heel veel meer te doen. Behalve dan heel erg snel rennen. En dekken zoeken voor die enemies. Ik moet de juggernaut zien te killen. Dat is eigenlijk de enige manier om nog een beetje terug in de game te kunnen komen. Dan moeten gewoon die juggernaut zo, maar die kut eruit, joh. Ze zijn zo verschrikkelijk irritant. Ze staan ook nog in mijn rug. Ja, hé, wat een feest. Ik denk dat dit echt een graal is. Ik heb nu 6 miljoen punten. En ik heb gewoon alles al verspeeld, zo'n beetje. Ik ga hier wel even liggen, liggen achter de koffer. Ik word gewoon van te veel kanten tegelijkertijd beschoten. Dat is gewoon het probleem. Je kunt nergens eventjes in een hoekje staan. Je kunt wel ergens gaan cappen en die claimen langs mij. Dat is fijn. Oeh, RPG. Come on. Die RPG gaan we eens even gebruiken. Oh shit, dat was een baas multikill. Nee, hij is nog niet dood. Ik zit er langs, want
Ik wil ze achter een riot shield raken, maar ik weet niet of dat werkt. Yes! Come on! Ik heb, oh shit, ik heb een paar van die dingen opgepakt. Ik denk dat ik even moet rennen. Rennen! Ik heb niet zoveel te doen, behalve dan rennen. En dan komt hier weer een juggernaut naar beneden vallen, dat is altijd heel fijn. Toppas trouwens, ik dacht ineens, oh shit, mijn bonus gaat weg. Ik had liever die MP7, maar die bonus is vrij belangrijk voor mij. Wow, ik moet hier door. Ik schiet me weg, gewoon erheen. Come on. Is mijn, oh shit, mijn armor is nou alweer weg. Oh fuck, die mensen hebben meer te vertellen dan ik. Combo freeze delivered, die heb ik ook nodig. Ik moet ergens, ik heb ergens die last stand dingen nodig. Als ik nou, ik kan zeggen, dan ga ik gewoon gelijk rennen. Naar al die bonus dingen. Die bonus dingen zijn volgens mij echt enorm belangrijk. En die sentry gun, ik hoop dat die een beetje helpt. Net op tijd. Oké, zet weer even sentry gun. Ik denk dat die sentry gun goed werk doet. Ik hoop het wel. Wie weet. Ja, hij doet goed werk. Mooi. Als hij eventjes een beetje op die dingen schiet, dan ga ik nou eens proberen. Hopelijk werkt het. Shit, al die juggernauts. Holy shit. Juggernauts. Holy shit. Ik blaas wel mijn eigen ding op. Maakt me niet uit. Net op tijd. Nog een stunt. Stunt. Claymore, maybe. Claymore. Yes. Nee. Ik had daar al die armen liggen. Nee. Fuck. 17 miljoen punten. Het ging zo chill. No. Ah, fuck. Ik zag al die... Ik zweer het je. Die armor dingen liggen. Dus ik kan erop afrennen. Maar ik zette die claimer neer. En die claimer heeft me opgeblazen. Ik zweer het, ik heb gewoon suicide gedaan. Fuck. Nou ja, in ieder geval, we hebben weer 17 miljoen punten. 17 miljoen punten is veel. Ik denk dat ik de volgende keer weer deze map kan doen. Ik heb er serieus vertrouwen in dat deze map echt gaat lukken. Want ik denk dat ik 25 miljoen had gehaald. Als ik doorschaan. Ik denk serieus 25. We gaan natuurlijk voor de 30. Maar ik verwacht niet dat ik dat gelijk ga halen. Maar het was vet. Ik hoop dat jullie het vet vonden. We hadden bijna een combo van 300 alweer. Dus dat is best wel netjes. Ik weet niet wat mijn hoogste combo is tot alle episodes die ik nou heb gedaan. Ik heb nou natuurlijk 4 episodes. Dit is mijn 4e episode. Dus volgens mij ben ik niet echt veel hoger gekomen als 300. Als ik dat überhaupt uit gehaald heb. Maar lieve komen ze leuk vonden. Laat eens een like achter. Bij 400 likes ga ik dus weer een nieuwe episode voor jullie maken. En dan komt hij zo snel mogelijk weer online. Dus ik hoop dat dat zo snel mogelijk kan gebeuren. Dus tot dan. En houden.